En daar ligt nog altijd die man van Nippon. Ja, het zag er bijzonder slecht uit, hè? Het zag er heel erg slecht helemaal uit. Helemaal voor twee mannen van Saudis. Hier nog even die sprint. Henderson. En daar zien we rechts die valpartij van die man van Nippo Vinifantini. Ik denk dat het Colli is trouwens. Colli, de sprinter. Daniele Colli, die daar heel slecht valt. Ach, zag er niet goed uit. En Contador links. En daar zien we een paar renders over de man van Vinifantini vallen. Daar nog Formolo, die hier bijna ten val komt. Maar hier rechts voorin. Kruipel zonder problemen eigenlijk naar de Ruffoni die dat daar... Oeh, hij knalt met zijn hoofd tegen een supporter aan. Ja, het was een lelijke val. Ja, Ruffoni was steeds aan het kijken en toen dacht je van, oh nee, hij gaat hem toch niet insluiten. Maar het was niet het geval, hè? Nee, het leek er inderdaad wel op. Het is Hofland die na de finish ook even naar Ruffoni toe ging om nog even verhaal te halen. Het is wel een kwakker hoor, Ruffoni. Hij duwt zich er wel.